Hey, Big Spender! De hele tas vol. En wordt weer raar aangekeken. Volgens mij loopt er best wel raar mensen. Yummy, yummy. Niet om op te eten, maar om te douchen. En ruikt naar watermeloen heel, heel erg. En er lopen rare mensen. Pink ook. Grapefruit. Nee, raar. We moeten oppassen, want er lopen rare mensen. We gaan toch niet alles laten zien, toch? Gaan we alles laten zien? Nee, serieus. Wat gaan we dan doen? Ik weet niet, ik vind de mensen raar. Niet raar, volgens mij. Je zit alle twee hetzelfde aan, volgens mij is dat bewaking. Ah. Nee. We zijn even in twijfel of we verder gaan, want er komen twee rare vrouwen aan. Maar ze zijn een beetje hetzelfde gekleed, dus we weten niet goed of het misschien bewaking is. Of junkies. Dus we gaan nu even doen alsof we niks doen. Nu ik helemaal nagellakfanaat ben geworden, moet ik ook natuurlijk de nagellak er weer afhalen. Dus die hebben we nodig. En, kijk, mooi. Heel mooi. Prachtig nagellakje. Ik weet niet of je goed kan zien. Ja. Ik kan hem beter dichterbij houden als je het daar houdt. Ja. Wow. Wat vooral leuk is, kijk wat erbij zit. Nog leuker dan de nagellak. Een waaiertje. Met de uitleg. Wel heel verkoelend in de komende dagen. Wat leuk, hè? Wat heb jij? Oh jee. Ik heb veel te veel. Ik heb schoenen gekocht. Ik ga schoenen niet laten zien. Ik ga kleding niet laten zien. Als iemand het wil zien, dan moet hij het vooral roepen. Yay! Kijk. Ja. Ik heb een lukje gekocht van Philosophy. De Inner Grace. Heel lekker, vinden we beide. Ik heb een reinigingsolie van Laura Mercier. Kan het ook anders? Ik ben heel benieuwd. Ik heb... Oh ja, deze natuurlijk. Van Colistar. De Bronzing Magic Drops. Ik heb hem voor de tweede keer, dus hij is echt super. En ik heb de eyeliner van Art Deco. Zo'n pen eyeliner. Heb ik een paars-blauwig nagellakje gekocht. Ja. Ook heel mooi. Van Art Deco. En nog eens, mijn BU of Biju, of hoe het ook heet. Oogprimer. Eyeshadow primer. Oogprimer. En ik heb zo'n bij de tuinen ook weer zo'n van Grace Cole een scrub. Dezelfde geur als waar Peggy de shower gel van heeft. En ik heb uit dezelfde collectie, maar dan met een ander geurtje de body butter. En een lekker zeepje in lemongrass. Als allerlaatste van de Viva Glam. Heb ik de Cindy Lipgloss, want ik wou eigenlijk de Cindy Lipstick voor mijn nichtje. Maar die is niet meer te vinden. Maar deze hadden ze gelukkig wel nog. Dus weet ik dat ik alvast iemand heel blij ga maken. En dan verder schoenen en t-shirten ja. En truitjes. En nog meer schoenen slippers. En slippers. En nog kleding. Ja. Oh ja, en ik heb een hele mooie blazer gekocht. En een blazer. Ja, ook nog. En op de achtergrond kun je de chique auto's van Capelle aan de IJssel zien. En we hebben dus eigenlijk veel te veel geld uitgegeven. Ja. En daarom, het is nu 9:15. Ik ben hier aangekomen om 11:30. We gaan nu naar huis. En ik blijf maar treuzelen, want ik durf eigenlijk niet naar huis. Want ik denk dat er iemand gaat zeggen van, wat? Dus ik moet zelfs in de auto verzinnen hoe ik dat ga oplossen, hoe ik dat ga... Jij moest t-shirts kopen. Ja, ik moest t-shirts kopen. Ik mocht geen beauty spullen kopen, maar dat is dus, ja, falikant mislukt natuurlijk. En je hebt niet één, maar 4 t-shirts gekocht, of zo. Ja, is wel waar. Ik ga mijn beauty spullen in mijn t-shirts draaien, zodat het niet opvalt dat ik die ook gekocht heb. Dat is misschien een idee. Toch? Ja, dat vind ik ook. Of ik geef ze aan haar mee, maar zou ik dat wel doen? Nee. Zal ik trouwens nog die tas laten zien? Ja, oh ja, de tas van Sinterklaas. Oh ja. Ik heb ook nog een cadeautje gekregen van haar, maar het ligt in mijn auto. Die staat daar achteraan. Het is een hele lekker ruikende, welke geur? Framboos, hè? Nee, hij is orchidee met vitamine E. Orchidee met vitamine E body butter. Ja.
En ik heb dus hier nog heel veel spullen. Echt heel veel. Dat heb ik allemaal gekregen. Was uitverkoop. Ik moest dus mijn lade opruimen, want ja, ik mocht geen beautyspullen meer kopen van mijn vriend. En ik moest mijn lade opruimen, dus dat heb ik heel braaf gedaan. Maar ja, straks is die natuurlijk weer teruggevuld. Dus eigenlijk heeft het totaal geen zin gehad wat hij zei. Nou, maar past er meer in. Ja, dat past meer in. En nu moet zij haar lade waarschijnlijk gaan leegmaken van haar vriend. Volgens mij moet ik mijn stash ook een keer aanpassen. Nou past het niet meer in mijn koffertje. Maar hier zit dus echt, hier zit nog heel veel spullen in. Kan ik wel alles laten zien? Barry M misschien? Of wil je echt die apartje? Heel veel. Heel snel. Super ik zal snel. Niet echt één voor één of zo laten zien, maar echt even snel. Peggy is naar Engeland geweest. En daar heeft ze voor mij speciaal een paar dingetjes gekocht van Barry M die ik haar gevraagd heb. Alleen, ik heb dus alleen de namen doorgegeven, want ik wist niet dat Barry M alleen met nummers werkte. Dus toen heeft ze voor mij deze gekocht. Nou, ik zal misschien een apart artikel maken over My First Barry M. En nog een hele mooie lippenstift. Deze heb ik al vast geopend in een supermooie lichte roze kleur. Die is mooi. En een potlood. Waar onze dag mee begon, omdat ik deze uit Peggy de auto moest vissen. Een roze oogpotlood. Alleen volgens mij lijkt hij nu op de camera heel erg paars. Voor mij is roze. Dat zie ik ook pas voor de eerste keer. Maar ik heb dus ook dit gekregen. Dat is een Biotherm poeder. Ik heb een keer geswatcht, dus die moet je wel nog even dat doekje mooi maken. Een mooie poeder van Biotherm. En een nagellakje van Jerome. Een paarse. Jezus. Leuk. Echt waar, dit is niet om mensen jaloers te maken. Sinterklaas, Sinterklaas. Het komt alleen omdat ze gek is. Omdat ze ons spullen weggeeft. Echt waar. Dit is, ja, sorry hoor. Maar hier zitten dus al mijn producten in. Die zij niet gebruikt en die ik nu krijg. Het is toch niet normaal. Ja, maar anders dan gaan die vervallen. En dan worden die slecht. En dan liggen die bij mij gewoon slechter worden. En dat vind ik nog meer zonde. En als zij die nu niet gebruikt, dan komen die misschien in een goodiedoos of zo terecht. Dan komt dat toch weer altijd bij iemand die dat wel gaat gebruiken. Dat is waar. Dat is dus veel fijner. Ik heb een Colistar zo'n oogschaduw. En jezus, wat zit er allemaal in? Ik ga het niet één voor één laten zien, want het wordt echt. Oh ja, die is wel mooi. Oh, het wordt echt veel te lang. Een blush voor een kliniek. Even tussendoor komen. Oogschaduw van Shiseido. De bronzer van Lancaster. Doe gewoon even zo. Ja. Van alles en nog wat. Ja. En nog veel meer. Ja, en nog veel meer. Dat komt nog wel. En ik heb zelfs aan een vriendje gedacht. Ja. Peggy. Die kennen jullie wel. Want die hebben jullie al zien voorbij komen. En een leuke review van de vriend op de website geplaatst. En die ging over parfum van Armani en Diesel. Waarbij de vriend parfum van Armani heel lekker vond. En zij van Diesel, omdat die van Diesel zoeter was. En dus die werd niet gebruikt. Zoals. Nee, het vriendje wou hem niet en die gaf hem weg. Dus nou krijgt mijn vriendje aan, want mijn vriendje had toevallig wel van parfum van Diesel. Want die heeft deze gehad, maar dan de gewone versie. En dat is de limited edition. Echt superleuk. En er zitten nog zo ongeveer 3000 monstertjes in. Een, van Estee Lauder, een Daywear Plus. En is eigenlijk, dit is echt een belachelijk verhaal. Ik koop dus constant dagcremes als de mijne bijna op zijn. En kom tijdens het opruimen van lade nummer 3 erachter dat ik die eigenlijk nog had. Maar ja, ondertussen is er alweer een nieuwe pot helemaal open. En ik durf zelfs niet te zeggen hoe oud dat deze is. Ik vermoed dat die toch wel al een 6 maanden of zo erin ligt, zonder dat ik het wist. Dus ik moet die echt weggeven, want die gaat gewoon slecht worden anders. Dus ik geef hem gewoon weg in de hoop dat hem nog goed is. Als hij niet goed is, dan moet hij gewoon maar de vuilbak in. En hier zit nog een leuk bakje van Cacharel met allemaal dingetjes erin. Waaronder een nagellakje. Zo'n pastelkleurig lakje. En nog een pastelkleurig lakje. En ik ben gek van pastelkleurige lakjes. Deze is mooi.
En nog een oogschaduw van Nova. Daar, zeg maar. Dat is in het potje. Ja. En dit was iets, dat is ook al eens voorbij gekomen bij mij. Op de blog. Dit was iets waar ik enorm naar uitkeek. Ik echt dacht van, wow, nu gaat het echt goed komen met mijn rimpeltjes. Die ga je echt helemaal niet meer zien. En het zou onmiddellijk 68% minder zichtbaar zijn. Ja, ik denk nog niet 1%. Enfin, ik heb alleszins niks gezien en ik zet zelfs een bril op. Dus ik snap het niet. Dus ik denk van, dit is gewoon voor mij nu een dagcrème geworden. En dan, dit heb ik meegenomen de vorige keer naar Londen. Omdat ik dan heel veel concerten ging doen en dus best wel ellendig eruit zag. En dat zou je huid een beetje opspannen. Dus ik met dat ding rollen over mijn huid. Deed ook niks. Dus ik ga het nu door haar even laten testen. Om te zien of het bij haar misschien wel werkt. Wat ik dus ook niet ga geloven, want ik geloof gewoon niet dat het spul werkt. Maar ik ben wel benieuwd. Want stel nu dat zij wel zoiets heeft van, dat werkt toch. Dan ga ik het stiekem terug afnemen en opnieuw proberen. En er zaten nog 3 make-up tasjes in. Waarvan ik deze eigenlijk al heb. Oké, dan heb je die dubbel. Dan heb je die dubbel. Die kan je binnenkort winnen. Precies. Ik kan een echte Estée Lauder tasje winnen. Ik gebruik mezelf best wel vaak. Dus zij is fijn. En nog een mooi voorzichtig tasje. En dus van dat biologisch. Oh, daar zit ook nog iets van. En er zit nog wat in. En die hebben we ook nog. Dat is een après shampoo. Die eigenlijk niet gebruikt is, denk ik. Of misschien 1 keer, maar dat weet ik niet meer. Heb ik ooit op vakantie gekocht. Omdat ik dacht, zo ben ik dan. Ik dacht dat ik de mijne... Hij is voor de camera staan. Oh, ja. Hallo. Ik doe dit normaal nooit, dus ik ben het absoluut niet gewoon. Ik dacht dat ik deze vergeten was mee te nemen op vakantie. Maar blijkbaar was dat dus niet zo. Maar ja, hoe dan ook, hij ligt nog altijd thuis. Dus die moet ook weer weg. En in dit tasje lag ook nog iets van Estée Lauder. Ah ja, dat heb ik daar straks gezegd. Die had ik verteld, dat was die wat al 6 maanden in mijn schuif. Nou, dat was dus die. Is een leuk tasje. Hij is helemaal groen van binnen. Ja. Dus. Dat waren zo de beauty aankopen. Wij zijn compleet euforisch, althans ik helemaal. Ik ben helemaal... Ben jij weer allemaal nieuwe merken ontdekt? Ja, ja, enorm veel eigenlijk. Bij Skins. Vooral bij Skins. Vooral bij Skins was echt van woehoe. Was heel leuk. Hele lieve jongen ook. Ja, zeker. Dus mocht de jongen mijn blog of jouw blog een keer zien, dan... Dan, jij bent top! Absoluut. Super gedaan. In tegenstelling van tot een mevrouw bij Bobby Brown, die was niet zo top. Die kwam gelijk met een kwastje. We vroegen alleen, hoe werkt een kwastje? Dit kwastje was gewoon zo'n kwast. Voor je ogen. En die kwam gelijk met de oogschaduw gelijk op mijn pekken aanbrengen. Wilde ze helemaal onder mijn ogen. Ja. Helemaal rond. Het ging echt helemaal van boven naar onder. En dan licht je dat helemaal op. En dan kwam ze nog een tweede keer. Pekje was wel opgemaakt, maar hey. Dat zag je natuurlijk niet. Hè. En dan wilde ze dat ook bij mij doen. Nou, ik heb vandaag een vet zware smoking. Nee. Want dat ga ik niet laten zien. Nee, dat gaan we niet laten zien. Dat is helemaal mislukt. Nee. Zo gaat dat dus de hele tijd al, hè? Ja, precies. Het is gewoon superleuk. Maar het is trouwens niet mislukt. Het zag er eigenlijk wel heel mooi uit. Met heel veel kleurtjes. Ja, grijs en zwart en roze. Hele felle kleuren. Hele felle kleuren. Heel mooi. Ja. Ja, we hebben geshopt en we gaan dit binnen een 2-tal weken opnieuw doen. In Amsterdam. Maar dan in Amsterdam. Dus Amsterdam, pas op. Your next, beware. Bloggers are coming. En Peggy vertelt echt in elke winkel dat we bloggers zijn, hè? Tuurlijk, je moet toch reclame maken, dat hoort zo. Maar daarom heb ik vandaag mijn eerste kaartje weg. Haha, dankzij moi. En de tweede was van haar. 2 kaartjes kwijt, hey, toppie. Ja. Ik denk, als dit op je blog komt, dat mensen gewoon compleet in een deuk gaan liggen of zoiets gaan hebben. Wat staan die dan zo belachelijk te doen? Laat me weten of je een deuk hebt gelegen. Alsjeblieft. En als je het niks vond, ook graag. Ja, dan laat het ook maar weten. Maar wij hebben er sowieso ontzettend veel plezier in. Dus eigenlijk maakt dat toch niet uit. Nee, precies. Het is leuk. Dus laat me weten wat je van de hele video vond. Het is één grote lulverhaal. Maar ik ga vooral dit laatste stukje niks uitknippen, denk ik. Behalve
toen je helemaal aan het draaien was. Oh, en nog iets. Dit bewijst eigenlijk alleen maar dat beautybloggers wel heel goed met elkaar kunnen opschieten. Zelfs Belgische en Nederlandse beautybloggers. Geen taalbarrières. Geen taalbarrières. Volledig weet alles van pinnen en zo verder. En van geslaagd zijn. Ik ben vandaag ontzettend veel geslaagd. Heel even. Zij heeft gewoon een OV-chipkaart, hè? Oh, ik heb gewoon een OV-chipkaart. Mijn allereerste. Dus ik moet wel terugkomen. Ja. Maar zo zie je maar, het kan wel. Beautybloggers kunnen wel goed met elkaar omgaan. Kunnen wel heel veel plezier maken. Kunnen elkaar wel veel cadeautjes geven. En kunnen elkaar wel veel informatie geven. Zonder dat er een probleem rond ontstaat. Je hoort geen frustratie of dus zo. Dus het kan. Hmm. Ja, ik haat er eigenlijk. Maar dat is wat te zijn. Dat is ook niet waar, hè? En dit was wel mijn allereerste video. Nou, mijne ook. Hoe erg kan het nog gaan worden? Laat me weten als jullie meer van zulke video's willen, want dan gaan we in Amsterdam ook wel wat opnemen. Ja, en het zou leuk zijn als we kunnen er een dansje en alles bij doen. Oh ja, ze kan zo goed dansen. Echt waar. Vooral op meest onvoorstelbare plekken. Midden in een winkel, midden op een roltrap. Ze kan alles. Echt waar. Oké. Nou. Groeten uit Rotterdam, meer bepaald. Nou, Capelle aan de IJssel. Ik ga weer. Gratis parkeren trouwens. Ja, super. Kan je met de metro en moet je in Blaak afstappen en niet in Beurs. Nou, maakt niet uit. Het is toch allemaal. Maar het is allemaal vlakbij, ja, dus dat zeg maar niet uit. En ik ga nu een uurtje naar die kant en zij gaat een uurtje naar die kant, denk ik. Ja, ik weet niet. Ik hoop hem tot om. Ja, best. En dan, ik ben helemaal melig, want ik ben helemaal kapot. En dan word ik helemaal raar. En groggy. En ik ga volle bak de radio opzetten, want anders word ik helemaal gek. Ik moet eigenlijk plassen. Maar... Oei. Mm. Dat is wel een probleem. Want, ik hou het wel in. Er staan wel veel bomen, gelukkig. Oké, nou gaan we echt afsluiten. Oké, dan zijn we weg, want ik denk dat jullie dat heel saai vinden momenteel. Want wij zijn gewoon helemaal goe. En daarmee besluiten we dan maar deze shopvlog. Shoplog. Shoplog. En wat was dan vloggen? Vloggen is als we met de camera lopen, wat we vandaag hebben gedaan. Ah, ja. We hebben gevlogd en gelogd. Ja, precies. En nu gaan we bye bye. Ja, precies. Dag! Ik voel me nu echt best wel een aap, want ik sta de hele tijd zo.